Dag aan alle rammen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken Ram voor de maand juli 2015. En wat hebben de planeten nu weer in petto? Nu, de planeten doen niets. Mensen denken soms dat astrologie gaat over dat de planeten iets doen met ons. Nee, het is gewoon een weerspiegeling van hoe het met ons gaat. En we zitten gedurende de maand juli met een soort van spanning tussen twee planeten, Jupiter en Saturnus. Wat wil dat zeggen? Jupiter is de optimist en rammen over het algemeen zijn heel enthousiaste tekens. Dus die zullen eerder naar die planeet neigen. Dus een vierkant, een spanning tussen aan de ene kant de optimist en aan de andere kant Saturnus, de realist. Dus de spanning is er altijd om terug een soort van balans te vinden. En rammen worden gezien als het meest impulsieve teken. Of zeker toch als je een aantal planeten in ram hebt, waaronder zeker de maan. Dan ben je eerder iets impulsiever. Nu, die spanning is er, zoals ik al zei, om terug in balans te geraken. Dus als je het gevoel hebt dat je vooral op het gebied van ontspanning. Want Venus en Jupiter staat in jullie vijfde huis. En het vijfde huis is het huis van ontspanning, het huis van plezier maken, het huis van cafés, restaurants, cinema's enzovoort. Dus als dat een beetje te veel is geweest de laatste tijd, is dit een beetje een soort van advies van houd ook de voetjes op de grond. Er zijn ook nog verantwoordelijkheden. En die verantwoordelijkheden zullen waarschijnlijk liggen bij als je in een relatie zit bij die ander. Omdat Saturnus terug in jullie achtste huis zit. Voor een aantal onder jullie gaan jullie zeggen, nee, ik ben een ram met voldoende verantwoordelijkheidszin, zelfs een beetje te veel soms. Dan wil het eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. Dan wil het eigenlijk zeggen van, relaxed een beetje meer, probeer een beetje meer te genieten. Het hangt zeer af van de persoonlijke horoscoop, maar jij weet natuurlijk zelf best wat voor een persoon dat jij bent. In ieder geval, Saturnus in jullie achtste huis wil zeggen dat er begrenzing nodig is. Dat er begrenzing nodig is op het gebied van andermans geduld met jou, maar ook begrenzing omtrent echt zijn, omtrent de waarden van anderen, de gelden van anderen, en daar heel realistisch in zijn. Dus het zou kunnen dat bijvoorbeeld als je in een relatie zit, een partner iets meer verdient, iets minder verdient, maar dat is eigenlijk maar tijdelijk. Maar toch dat je daar heel realistisch in bent. Dus het is dus zeker geen moeilijke maand voor, in het algemeen voor rammen. Maar het is zo'n beetje dat evenwicht vinden tussen niet te optimistisch zijn. En dat zal misschien voor een aantal onder jullie de portemonnee betekenen. Onder controle houden. En voor anderen niet te streng zijn voor jezelf. Ook weer niet te hard zijn, te gedisciplineerd zijn. Voilà, dat is het voor de rammen. Als jullie een persoonlijke horoscoop wensen, dit kan. Gedurende de maand juli en augustus zit ik een aantal dagen in het Parkcafé. En tegen een iets goedkopere prijs geef ik daar readings. Kijk even naar de website. Ik ga een link toevoegen en ik zie u eventueel komende maanden. Zo niet, wens ik jou een fijne juli maand en tot volgende maand.